FC Groningen ontvangt morgenavond Heracles Almelo in het Noordlies Stadion. Almeloers staan 1 punt voor op Groningen. Voor Mike de Wierik is het een weerzien met zijn oude club. Het is toch iets meer een speciale wedstrijd dan voor mij dan een andere. Maar het is gewoon natuurlijk wel een wedstrijd die je wil winnen. Het is een van de 34, maar laat duidelijk zijn dat het wel een speciaal tintje heeft. Ze hebben net een aanvoerder verkocht. Hoe belangrijk was Pelu Pessi voor Heracles? Ja, ik heb er lang mee gespeeld. Dus, gewoon een hele goede jongen. Maar niet alleen dat, het is gewoon een uitstekende speler ook. Echt een verbindingsspeler die alles bij elkaar houdt. Maar ik heb vorige week ook gezien hoe ze het gedaan hebben tegen PSV. En ik moet zeggen, Jacobia deed het ook vrij aardig. En ze kunnen ons bos nat maken. Heracles strijdt in principe voor lijstbehoud. Jullie zeggen de play-offs te willen halen. Met dat in het achterhoofd, hoe ga je zo'n wedstrijd in? Ja, ze staan er iets beter voor dan dat wij nu staan. Ze hebben 1 puntje meer. En ja, we moeten zorgen dat we er morgen over ingaan. De volledige selectie stond op het veld. Dat betekent geen blessures. Juninho Bacuna kampte van de week met lichte klachten. Zijn plek naast Ludovic Reis wordt waarschijnlijk weer ingevuld door Tommy van der Looy. Dan sta je voor de tweede keer op rij in de basis. Had je dat verwacht aan het begin van het seizoen? Niet verwacht, wel gehoopt. Stiekem was het ook wel een doel natuurlijk. Aan het begin van het seizoen om bij het eerste te komen en om te gaan spelen. Dus dat is gelukt. En ik sta nu... voor mijn thuisdebuut, hartstikke leuk. Vooralsnog is er geen vervanger gehaald voor Ruben Jensen. Spreekt daar vertrouwen uit? Nou, zo voel ik dat wel. Volgens mij is de club een weg ingeslagen waarin ze gaan voor eigen jeugd. Waarin ze eigen jeugd een kans geven. Nou, die kans hebben ze mij gegeven. Dat voelt goed. Dat spreekt vertrouwen uit vanuit de staf. Ik voel vertrouwen vanuit de spelersgroep. Dus dat is hartstikke mooi. Jullie spelen met een erg jong controlerend middenveld. Komt er daardoor ook extra druk op de verdediging te liggen? Ja, nee, dat ligt niet per se aan leeftijd of wat dan ook. Het gaat erom dat de jongens goed genoeg zijn. Als je goed genoeg bent, ben je oud genoeg. Dus ik zie daar niet zo'n probleem. Ludo en ik voelen elkaar goed aan. We hebben in de jeugd, in de B1, in de A1 hebben we samen gespeeld. Dus we zijn wel aardig op elkaar afgestemd, dus dat loopt wel. Heb je verder nog doelstellingen voor dit seizoen, persoonlijke doelstellingen? Nou, ik heb nu natuurlijk 1 keer in de basis gespeeld, maar ik wil uiteindelijk wel uitgroeien tot een vaste kracht, vaste basis spelen. Dus dat is wel een doel van mij. Dit seizoen nog? Nou, misschien wel, waarom niet? En Faber die heeft jou natuurlijk laten debuteren, die gaat weg aan het einde van het seizoen. Wat voor gevoel geeft dat? Het kwam wel als een verrassing eerlijk gezegd, toen hij ons liet weten dat hij zou vertrekken aan het einde van het seizoen. Het is een trainer die mij heeft laten debuteren, dus dat zal altijd een speciale trainer voor mij zijn. Wij willen het zo goed afmaken, ook, dat willen de trainers ook en dat willen wij ook voor de trainers doen. En gewoon met elkaar gewoon een goed seizoen ervan maken. We hebben zeker wel genoeg kwaliteit. Natuurlijk zal het nog hier en daar wat beter moeten om die stap te maken, om die play-offs te halen. En, ja, weet je, om druk maken om wie de volgende jaar trainer wordt, dat is je voor later. Ernest Faber blijft roleren voorin. Tom van Weert krijgt morgen de voorkeur boven Lars Veldwijk. De wedstrijd begint om 6:30.